Beste mensen, vandaag ga ik met u naar een winkel waarvan u misschien niet eens het bestaan wist. Het is een winkel in een winkel. Ik ben hier te gast bij Bos Bedden, maar daar hebben ze behalve bedden nog een hele andere prachtige winkel. Kom, we gaan even kijken. Dit is een winkel in een winkel. Ik ga eens even kijken. Hi Lubettes! Jij bent de eigenaar van deze winkel in de winkel. Dit is een Riverdale Shop. Ja, Riverdale. Maar dat wist ik helemaal niet, joh. Vertel eens even, wat is dit? Ja, het is een winkel in een winkeltje eigenlijk. We hebben een beddenwinkel, een grote beddenwinkel. Alleen, ja, wat gebeurt er op een gegeven moment? Het is belangrijk dat er dames ook binnenkomen die dit leuk vinden. En dames vinden het heel erg leuk, de meeste kerels ook wel, maar de dames vinden het echt heel mooi. Riverdale is denk ik, zijn allemaal woonaccessoires. Je kunt ze natuurlijk in je slaapkamer gebruiken, maar in je woonkamer. Je kunt het hele huis door in de keuken. Het zijn allemaal leuke dingen. En die staan hier allemaal in deze winkel, dus ja, daar hebben we dat gedaan. Laat eens even wat zien, wat heb je voor leuks? Wat heb je voor leuks? Hier heb je al een leuke kaasjehouders, mooie potten. Dat kun je gebruiken, zelfs de nieuwste lijn die ze hebben is dekbed overtrekken. Die wil ik ook graag even laten zien. Oh, dat past wel een beetje in je straatje. Dat past precies in mijn straatje. Die heb je hier liggen, de nieuwste dekbed overtrekken van Riverdale zijn er ook. Heel mooie kwaliteit, leuk, past in elk interieur weer. Ja, leuk, Riverdale, weer wat nieuws van Riverdale, altijd goed. Vertel eens wat van die kaarsen. Wat is er mee aan de hand, Lubettes? Nou, kaarsen die hebben natuurlijk heel veel kleuren, passen in elk interieur. Je hebt ze in allerlei tinten en allerlei uitvoeringen. Ruiken lekker, branden langer, zijn iets duurder, maar ze zijn echt goed en ruiken lekker. Is dat een beetje het kenmerk van Riverdale, dat het wat hogere kwaliteit is? Ja, het is hogere kwaliteit. Het is wel mooi materiaal. Alles wat ze hebben is wel mooi gemaakt, net iets mooier dan de goedkopere winkels. Alleen nog iets duurder. Maar goed, je doet er jaren mee, dus het mag ook wel iets mooier zijn. En een kaars, ja, een kaars brand je. En als je kort brandt, dan koop je nieuw. Alleen deze ruikt lekker en brandt lang. Dus per minuut? Per minuut is die dus veel voordeliger. Jawel, maar ik heb ook nog een andere hoek met Riverdale. Dat is het plein, het sfeerplein. Die staat nu helemaal op vol, dus kunnen we even kijken. Lopen we even mee. Oké. Nog een winkel in de winkel? Nou, dat is wel behoorlijk geïntegreerd in de winkel. Alleen, er staan ook hele leuke bedden en die hebben we dan weer mooi gestelleerd met Riverdale artikelen. Nou, hier hebben we dan het hele trendplein. Er staan dus de nieuwste modellen bedden. En die werden dan helemaal gestelleerd met de Riverdale artikelen die erbij zijn. De leuke woonplates. Huisjes waar weer een leuk kaasje in kan. Wat gezellig staat op de vensterbank of op de tafel. Gewoon gezellig. Sfeervol. Sfeervol materiaal. Riverdale heeft hele leuke sfeerdingen. Is dat een product wat nog meer verkocht wordt hier in de regio? Of ben jij ook een soort exclusieve handelaar hier? Oh, ik wou dat het een beetje alleen hier verkocht werd. Het was in het begin wel zo. Alleen het komt wel steeds verder dichter bij ons te liggen. Dus we zijn niet de enige in de buurt. Dat is jammer genoeg. Maar ja, het is altijd iets wat goed is, wordt wel nagepakt. En is ook niet zo erg. Mensen kunnen het zien en als je er meer plekken laat zien, heeft het ook weer meer koopkans. Je hebt het hier wel, je hebt wel een zaak met heel veel ruimte. Dat geeft je wel een mooie gelegenheid om het allemaal heel mooi op te stellen, hè? Ja, het voordeel is dat het hier lekker ruim staat. Je ziet ook wel, ik kom ook wel in andere winkels waar het staat en dan staat het heel erg op elkaar. Dan kun je het bijna niet zien wat je... Nu kun je het gewoon zien hoe het staat bijvoorbeeld op je nachtkastje of op je keukenblad of op je tafeltje. Het geeft meer ruimte, dus het is veel overzichtelijker. Wilmus, je hebt nou de winkel gezien. Alleen de Riverdale natuurlijk, hè, want de bedden die heb je al een andere keer gefotografeerd. Wat ik nu wil voorstellen is dat we een bakje koffie gaan maken. Ah. Even een lekker bakje koffie drinken. Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Ja, ik doe het nu wel. Ik ga het nu voor je maken. Ah, lekker joh. Oké. Heerlijk. Hoi.